Woensdag 25 januari nam burgemeester Frans de Lange tijdens een buitengewone raadsvergadering in Cultuurhuis Het Huiken afscheid van de raad en het ambt van burgemeester Van Elburg. Daarvoor werd Frans de Lange samen met zijn vrouw Hanke met een koets opgehaald bij zijn woning. Dit rijtuig bracht hen na een rondgang door de straten van de vesting naar het Huiken. Bij aankomst daar werd het paar ontvangen door wethouder Henke Wessel, raadsnestor Beert van Loo en overige raads- en collegeleden. Tijdens de raadsvergadering namen volgende sprekers het woord. De heer Van Loo, raadsnestor Van Elburg. De heer Pennings, voorzitter van de burgemeesterkring. En de heer Van Schaik, voorzitter van het RNV. Gevolgd door de heer Adema. De dochter van de familie De Lange schetste wat het voor een gezin betekende om een burgemeester als vader te hebben en wenste hen veel geluk met zijn nieuwe functie als directeur van Klodderhuis. Na overhandiging van de hamer aan de plaatsvervangende raadsvoorzitter, de heer Van Loo, werd de ambtsketen overhandigd aan loco-burgemeester Henk Wessel. De heer Wessel kon op zijn beurt dan weer de erepenning overhandigen aan inmiddels oud-burgemeester De Lange. Het college van burgemeesters en wethouders besliste immers om deze aan hem als verrassing toe te kennen. Ten slotte was er nog gelegenheid om afscheid te nemen onder het genot van een hapje en een drankje.